Nou, we hebben gemeend de, de Willem 2 supporters die hier vandaag op bezoek komen bij het Raad van Legstadion een, ja, een, een speciale VIP-behandeling te geven, een, een mooie gastvrije ontvangst aan te bieden. Nou ja, uiteraard leg je daar, daar, daarvoor de rode loper uit en uh, mooi, mooi een mooi spandoek, een paar leuke consumpties uh, zoals een worstenbroodje en een biertje gratis uh, namens ons allemaal. En, uh... Nou is Willem 2, de aartsvivaal van NAC, waarom juist tegen deze ploeg uh, zo'n VIP-behandeling? Ja, wat we helaas elk jaar zien eh, als we tegen, tegen Willem 2 mogen spelen, um, is dat een ontvangst daar. Uh, ja, dat is nogal bijzonder. He, we worden daar ontvangen met uh, aanstekers, uh, Cobra 6, uh, bommen, uh, fakkels om ons horen mogen krijgen, hangsloot hebben we voorbij zien komen. Uh, ja, dat is niet het ontvangst waar je op, op, uh, op hoopt. En uh, ja, we, kunnen, we willen hier in Brela laten zien hoe het wel kan. En zelfs uh, hoe de Aatrival een Aatrival kan ontvangen. Op deze manier. Het is een soort uh, ludieke actie ook. Ja, inderdaad. Ja, het is natuurlijk allemaal net iets over de top. Maar uh, ja, ik hoop dat het signaal ook een beetje overkomt. Dat ook de Tilburgse autoriteiten een, een omzwaai gaan maken. Maar ze blijven natuurlijk hier in een dramatisch uitvak zitten. Hè, en een soort vissenkom. Ja, inderdaad. Daar blijven we voor strijden. Omdat het ook, dat het ook verandert. Maar ze ja, zit een beetje helaas in een spagaat. De gemeente uh, wil het niet betalen. Nak kan het niet betalen. Dus voorlopig zitten we uh, met, uh, met dit uitvak. En uh, ja, moeten we even compenseren met worstenbrood en bier wordt veel over geklaagd hè, door uit supporters. Ja, inderdaad. Ja, wij komen ook in, in alle andere supporters uit vakken. En uh, daar is het ook niet altijd best met, uh, met, de, met het zicht op het veld. Maar, uh, maar ja, dat moet geen referentie zijn. Uh, wij moeten het zelf uh, goed voor elkaar hebben. Nou, gaan jullie de WWE supporters uh, als VIPs uh, ontvangen? En dat doen je namens, niet namens NAC, maar namens de Breda Locos, uh, Een stichting uh, van, van supporters. Ja, we hebben een mooie doek ook gemaakt voor ze. Uh, waar ze... Wat staat erop. Nou ja, in ieder geval wat refereert aan een uitspraak wat hun eigen koning Willem II, onze eigen allemaal koning Willem II, maar vooral hun koning Willem II heeft gezegd over ja, zich vrij voelen, zich welkom voelen, zich gast, gastvrij ontvangst. Daar hebben we een beetje een, een, een kwinkslag naar vandaag gegeven.